Hallo iedereen en welkom bij mijn allereerste vlogje. Open doen en dat zit ik dus nu in het huis. Ik ga zo ochtend in echt. Hallo iedereen en welkom bij mijn allereerste vlogje. Ik vind het best wel spannend om te beginnen vloggen, maar ik heb ook wel zin om te delen wat ik zo allemaal doe in mijn dagelijks leven. En dus mijn hondje dat eventjes aan het rondtrappelen is. Kom ze. Zeg mij al eens meteen hallo. Dit is Jack, mijn hondje. Maar één oogje, is zo geboren. Heeft heel veel aandacht nodig, zoals je ziet. Hey? Maar goed, ik ga eerst ook mezelf eens voorstellen. Ik ben dus Julie Mortier. Ik word op 8 mei 23 binnenkort dus. En ik ben eigenlijk een jong zelfstandige. Ik ben dus een jong zelfstandige. In september 2021, dus bijna in september zal dat 2 jaar zijn, zijn mijn vriend en ik gestart met ons eigen zaak. En dat is een hotel en restaurant. En sinds maart 2022 heb ik ook mijn eigen kledingswinkel, voornamelijk online. Dus ik ga jullie helemaal meenemen doorheen de journey van ons jong zelfstandig leven. Maar daarnaast ben ik ook heel graag bezig met sociale media. Ik geef ook dansles, ik dans ook zelf. En heb ik ook veel interesse in misverkiezingen enzovoort. Dus daar zullen jullie ook heel veel van terugzien in mijn vlogs. Dus ja, ik ga jullie eigenlijk altijd een hele week meenemen in mijn leven. Dus let's begin. We starten de vlog eigenlijk meteen met al wat minder nieuws. We zijn eigenlijk gisteren opgestaan met een waterlek in onze keuken, waardoor we dus niet konden openen. Maar goed, we dachten wel dat het voorlopig was opgelost en dat we dus vandaag wel konden openen. Maar deze ochtend bleek het dus dat het eigenlijk nog erger was geworden. Dus kunnen we vanmiddag opnieuw niet open doen en vanavond waarschijnlijk ook niet. Wat best wel jammer is, want nu moeten we opnieuw al onze reservaties cancelen. Wat nooit leuk is om te doen. Maar het goede nieuws is wel dat de loodgieters hier nu zijn en dat het wel vandaag opgelost geraakt. Maar het is dus wel een beetje ambetant. Maar goed. Dit is dus hoe we onze keuken aantroffen. En ze zijn hier nu wel momenteel aan het werken. Maar ja, open doen, dat zit er dus niet in vandaag. We gaan nu een koffietje gaan drinken bij mijn ouders. In hun zaak, want we hebben met alle hotelgasten uitgecheckt. En ja, aangezien dat we het restaurant niet kunnen open doen, valt er dus niet veel te doen nu. En de zaak van mijn ouders is letterlijk 4 huisjes. Het was super chill, dus we zijn er al. Ik ben dus net terug thuis. Ik ben uiteindelijk in de zaak van mijn ouders gebleven. Ik heb daar ook nog iets kleins gegeten. En mijn mama was ook aan het babysitten op mijn nichtje, zoals je hebt gezien in de filmpjes. Dat was ook super fijn. En ik ga nu mijn make-up doen. En ik gebruik eigenlijk altijd zo van die speldjes om mijn haar uit mijn gezicht te houden. Want ik heb een nieuw paspoort nodig, want mijn paspoort vervalt binnenkort. Dus ik ga ook een nieuwe pasfoto gaan maken. Dus ik wil er wel mooi uitzien, zodat ik eens een mooie pasfoto heb. Want die zijn altijd zo lelijk bij mij. Dus gaan we dat eventjes doen. Ik ga dat niet allemaal filmen, want dat duurt anders echt veel te lang. Maar ik neem jullie dan wel mee naar mijn pasfoto. Ik ben net mijn pasfoto gaan halen. Zo ziet het hieruit. Dat is wel redelijk oké. En dan ga ik nu naar de gemeente met mijn paspoort. Ik ga eventjes een outfitcheck doen voor naar de fitness te gaan. Ik vlog trouwens voorlopig nog via mijn gsm. Want ik zou het een beetje zot vinden als ik nu al een vlogcamera zou kopen en ik uiteindelijk het niet leuk vind en het dus niet meer doe. Dus voorlopig doe ik het nog met mijn gsm. Dus die sport-BH, ik weet dus echt niet meer van waar het is. Ik heb die echt al redelijk lang. Legging is van Women's Best en dan heb ik gewoon mijn Nikes aan. En dan heb ik er nog even dit truitje op aangedaan van Aces. Vind ik echt super mooi.
En sorry voor mijn spiegel die echt super vuil is. Maar dat is dus mijn outfit. We hebben net gedaan met de foto. En we zijn echt kapot. Maar Geld wil nog een half uurtje verder doen. Dus zitten we hier gewoon te wachten. Ja, tuurlijk. Ja, leuk. En Marlies, en Apple. En daar is Joeske weer. Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. En op dinsdag is ons restaurant gesloten. Uiteraard is ons hotel wel open, dus Geld heeft deze ochtend al het ontbijt gedaan. En nu zijn we hier eigenlijk allebei op onze computer aan het werken, mails aan het doen enzovoort. En ik ben ook aan het ontbijten. Dit is mijn ontbijt vandaag. Het is eigenlijk gewoon zo krakotjes met banaan. Ik vind het echt super lekker. Maar dus nu zijn we gewoon eventjes aan het werken. Snel even omgekleed, want dat is toch wat kouder dan ik dacht. Dus even een outfit check. Mijn pull is van de Zara. Broek heb ik ooit besteld op Boho, heet dat. En schoenen zijn Hogan's. En tas is Pinko. We zijn nu onderweg naar mijn zus, want ze heeft vandaag vroeger gedaan met school. Dus we gaan iets kleins gaan eten met haar. En daarna moeten we ook nog naar Gent. Achter wat boodschappen voor de zaak. En dan moeten we thuis zijn om alweer gasten in te checken. Ik heb mij zo net omgekleed om dansles te gaan geven. Normaal gezien geef ik nooit les op dinsdag. Enkel op woensdag en vrijdag. Maar ik moet vandaag een andere dansleerkracht vervangen. Het is maar een uurtje, dus dat is wel chill. En daarna ga ik ook nog zelf een uurtje gaan zwemmen. Ik doe dat nu sinds kort af en toe eens. En ik vind dat wel leuk en ontspannend. En ik doe dat ook samen met vriendin van mij. Dus dat is wel tof dat we dan elkaar nog eens zien. En kunnen bijkletsen, dat voornamelijk. Ik ga denk ik met haar ook opsteken met een speld. Want ik heb het net gewassen en zou ik niet willen dat dat al helemaal verpest is. Toen ze gaan zwemmen. Trouwens, de spels van mijn winkeltje zijn echt super goed. Want ik heb redelijk veel haar en ik heb nooit spelden die dat goed vasthouden. En die wel. Dus voilà, zie. We zijn sushi aan het eten en daar is Sessa ook bij. En die wasabi erin deze. We hebben heel veel baantjes gezwommen, maar het was keidruk. Er was nog maar één baan. Ja. Goedemorgen, Jack. Ben je vandaag jarig? Ja. Good morning, guys. Ik ben net opgestaan, zoals je wel kan zien. En het is vandaag woensdag. Dus Jack is zijn eerste verjaardag, maar hij is aan het spelen, dus hij wil niet echt geknuffeld worden. Dus ik wil vandaag naar de winkel gaan en wat dingetjes gaan kopen voor hem. En nu spelen we het ofzo, ik weet niet. Om toch een beetje zijn verjaardag te vieren. Ik ging normaal gezien eerst zo een hondentaart bestellen, maar ik ben dat vergeten. Dus sorry Jack, het is voor volgend jaar dan. Dus gaan we gewoon eens naar de hondenwinkel. Voor de rest staat er niet heel veel op de planning vandaag. Ik moet dansles gaan geven eigenlijk de hele dag. Dus dat is voornamelijk wat ik ga doen vandaag. Dus ik ga me nu eventjes klaarmaken. En dan ga ik ontbijten. Jammer hoor. Jammer. Ik ben eerst aan het wandelen met Jackie. Een ochtendwandeling. Geld is lekkere eitjes aan het smaken, dus ga eventjes naar de keuken toe. Check je blijven. Eventjes naar de keuken. En ik ben ook mijn sessiemaal aan het drinken. Lekker, lekker. Ik ben het even aan het overnemen, het eitje koken. Want Geld moet mensen uitchecken. Maar iedereen die mij kent, ik ben echt de worst cook ever. Zelf een eitje, oké, dat kan ik misschien nog net koken. Maar ja, ik doe dat gewoon echt niet graag. Ik weet niet, een van mijn slechte eigenschappen is echt dat ik super ongeduldig ben. Maar echt super ongeduldig. Dus
ja, ik denk dat dat daardoor ook is. Ik heb gewoon geen geduld om te koken. Dat duurt allemaal zo lang. Maar ja, geld kan dat wel supergoed. Dus daarmee zijn we in evenwicht met elkaar. Dus mag zij altijd koken. En geld heeft mij nu dus gewoon de opdracht gegeven om te blijven roeren. Volgens mij denkt hij echt in zijn eigen dat ik het anders helemaal ga verpesten. Dus heeft hij de pan gewoon van het vuur gehaald en moet ik gewoon blijven roeren. Dus dat ben ik nu aan het doen. Mm-hmm. Ik heb gewoon blijven roeren. Ja, maar je moet nog vuur. I've been thinking about myself today. How have I changed? Yeah. Now I really don't care. Ik heb net gedaan met dansles geven. Het is ondertussen al 7 uur. En we gaan nu nog onze limoncello gaan afzetten. De mensen die dat besteld hebben. We maken trouwens ons eigen limoncello. Mocht je interesse hebben, allemaal Fioso. Dus dat gaan we nu nog gaan brengen. En dan gaan we denk ik kijken om iets af te halen. Om iets te eten. Jack is ook mee. Je moet eigenlijk dringend een gordeltje voor hem kopen. Maar dat hebben we nu nog niet. Amen. Hij is wel altijd super braaf. Wat moest jij hebben? Spaghetti. Beslaat? Rap had toch niet beslaat? Ja, waar staat dat dan? Wacht. Check. Hallo? Oei, maar dat staat. Dat is mijn rap. Oei, mijn hand zit vast. Maar niet. Goedemorgen, het is donderdag vandaag en ik sta nu in mijn dressing. Ik ben eigenlijk gewoon een outfit aan het zoeken. Ik sta hier echt al 10 minuten, denk ik. Maar het weer is zo wisselvallig. De ene moment heb ik echt te warm, de andere moment te koud. Plus, ik moet ook in het restaurant werken vandaag, dus dat moet ook gepast zijn daarvoor. Ik weet echt niet wat ik moet aandoen. Ik ga het zo ochtend en echt... Ik wil echt gewoon warm weer, zodat ik geen broeken meer hoef aan te doen, maar de hele dag met blote benen kan lopen. Oké, ik denk dat ik gewoon heel basic ga. Dit is een truitje van mijn winkel. Het heeft zo'n beetje wijde mouwtjes hier, om het ietsjes specialer te maken. En gewoon mijn zwarte broek. En dan ga ik daar mijn pinko sneakers op aandoen. Ik denk dat dat wel oké is. Dit is dan het outfitje, redelijk basic. Maar ik denk nu in de weeromstandigheden van tegenwoordig dat die oké gaat zijn. Ik ben eerst weer gaan wandelen met Jackie. Het is vandaag markt hier in Oudenaarde. Het zonnetje schijnt. Ik zit nu achter de bureau. De mailtjes aan het beantwoorden. En bezig met booking.com en dergelijke. Maar het is hier echt koud. We hebben hier geen chauffage en inkom. Dus ik heb eventjes mijn jas aan. Nu is het momenteel 10 uur. Ik ga dan snel nog iets kleins eten. Als ik het gedaan heb met de mails. En dan de zaal klaarzetten voor de middagshift. Namiddag moet ik ook nog wat boodschappen gaan doen vandaag. Pakketjes binnen gaan steken en zo. En dan vanavond opnieuw in het restaurant werken. Dus vandaag gaan jullie eens een werkdagje zien. Awel, kom je een beetje meehelpen? Ik ben nu aan het ontbijten. Gewoon een poosje cornflakes, maar zonder lepel gaat het niet echt lukken. Voilà. Ik eet echt super graag cornflakes. Dus ik kom dat echt iedere dag eten, maar dat is niet zo goed voor de lijn. Jack. Dat is Jack dus, zijn speeltje. Jack maakt echt ieder speeltje dat hij heeft kapot. En heeft nu zijn speeltje, ik zal het stromen. Maar eigenlijk was daar ook een knuffeltje rond. Dat heeft hij dus ook al kapot gemaakt. Maar nu is dat gewoon zo'n speeltje. Zo gewoon in de voetjes. En daar heeft hij nog niet kapot kunnen krijgen. Maar hij is er dus echt zot van. En het was dus gisteren zijn verjaardag. Maar ik heb echt geen tijd gehad om naar de dierenwinkel te gaan. Want ik wil echt wel iets kopen voor hem. Dus ik ga proberen vandaag een namiddag te gaan voor een nieuw speeltje, dat waarschijnlijk dus maar een week gaat meegaan.
ofwel koop ik weer zo een gelijke aardbei. Dan heb ik eentje voor ook bij ons en eentje voor hier. Dat zijn de zaken. Ik ben nu nog de glazen ons ontbijt aan het afpassen. En ik denk dat echt een van de hazeligste dingen is in de horeca, glazen afpassen. Zeker, we hebben zo geen glazen vaatwasmachine, zeg maar. Dus we wassen echt alle glazen met de hand. Myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. Best snel iets aan het eten in onze ontbijtzaal. Geld is nog in het restaurant van voor. Ik heb gewoon zo toast met avocado en zalm gemaakt. Super lekker, super simpel. Maar dat smaakt echt altijd. En hierna ga ik dan mijn boodschappen gaan doen en Jackie ook bij te laten, want ze is nog eventjes in zijn pot. Ik moet nog een pakketje opsturen via Vincent. Dus dan ga ik dat pakketje aan het klaarmaken. En dan ga ik dat ook gaan opsturen. Soms haat ik dat echt, Vincent. Soms verkoop ik iets voor 5 euro of zo. En mensen bieden dan 3 euro. Like, no. Dat is echt mijn minimumprijs. Ik ga echt niet de moeite doen om een pakketje naar de post te brengen. Om 3 euro te verdienen. Echt niet. Dus dat is het pakketje dat ik nu moet opsturen. En ik heb dan ook hier een pakketje binnengekregen voor de winkel. Maar ik weet eigenlijk niet meteen wat dat is. Ik ga dat ook snel nog even open doen. Zijn bloesjes, dat is het enige. Zijn bloesjes, ik zal die wel later even tonen. Oké, goed. Dan ga ik een pakketje gaan opsturen en ik moet nog wat boodschapjes opdoen. Ik ben net al een paar boodschappen gaan doen en ik zit nu weer in de auto. Don't mind mijn oude bril, dat is echt mijn autobril, die ligt standaard in mijn auto. En dan ga ik nu naar de krantenwinkel. Mijn bril staat trouwens ook een beetje scheef, maar hij werkt, dus dat is het belangrijkste. Naar dus, de krantenwinkel voor dat pakje binnen te steken van Vincent. En ik heb ook eindelijk een nieuw speeltje gekocht voor Jackie, dus die gaat blij zijn. Ik ga het straks eens tonen. Het is wel echt grappig, want het is echt een speeltje voor eigenlijk een kei grote hond. Maar ja, zoals ik al zei, Jackie weet echt alle speeltjes kapot. Dus dacht ik, misschien is het safe om een keer een beertje te kopen dat eigenlijk voor grote honden bestemd is. Dus doen we dat. En ik heb nog zo wat botjes en zo mee voor hem. En een gordeltje. Dus nu zit hij veilig in de auto. Ik ben trouwens ook naar de Action geweest, want ik had wasknijpers nodig. En ik weet niet, misschien is dat een lifehack of niet, of weet iedereen dat al. Maar in mijn kledingskast, om mijn rokjes op te hangen, gebruik ik dus wasknijpers aan mijn kapstok. Zodat ik nog steeds mooi dezelfde kapstokken heb in mijn kast, want dat vind ik wel sterk. Maar ik gebruik dus wasknijpers, maar ik had er tekort, dus ik ben er nu eens gaan halen. Maar ik heb allemaal houten wasknijpers in mijn kledingskast. Maar die hadden ze niet. Dat zijn allemaal zo plastieken, dus die trek ik eigenlijk op niks. Maar bon, ik heb ze wel meegenomen. Zie zo. Zwarte en witte, maar ik wil eigenlijk houten. Dus vanaf dat ik ergens houten wasknijpers vind, neem ik sowieso die mee. Het is nu bijna 4 uur, dus waarschijnlijk ga ik nu in de file van school zitten, waar ik dus niet heb aan gedacht. En het is echt super warm, het is echt erover, ik ga mijn ruitenafjes opzetten. Dus dat is echt typisch, hè. Vanochtend had ik zelf nog bijna te koud. En nu heb ik veel te warm in dit puntje. Zo typisch, het weer in België. Geef mij gewoon zon. Oh. Ik moest ook nog in de kruidvat zijn. Voor wat dingetjes voor mijn verjaardagsfeest nog. Ik heb ondertussen, want ik had echt keiveel dorst, zo een multivitamine drankje gekocht. Dat was echt mega lekker. Volgens mij wordt dat mijn nieuwe drankje. Het is zoals Loza Ace, maar het smaakt wel anders.
meer multivitamine. Helemaal goed gebeurd. Let's not make it complicated. Goed, ik ben bij krantenwinkel. Yes, krantenwinkel. Ik ga mijn pakketje pakken en de juiste dingen steken. Voilà, dat is dus ook al in orde. Ik ga eens moeten kijken wat ik nog moet doen. Ik denk dat ik juist nog geld moet gaan storten. En waar we er dan zijn. Kijk, dat is trouwens de dino die ik heb gekocht voor Jack. Ik hou jullie wel geüpdate wanneer dat die kapot gebeten wordt door Jack. Ik ben echt benieuwd. En die maakt echt zo'n grappig squish. Allee, piepgeluid. Dus ja, ik ben echt benieuwd. Jackie is een nieuw speeltje. Jackie! Ik heb het amper in zijn mond. Vind je het leuk, Jack? Je gaat ermee weglopen. Iets van je gaat niet afpakken, ze. En zoppen. We zijn alweer de zaal aan het klaarzetten voor deze avond. Ik ben de glaasjes aan het wassen. En Geld is ondertussen de zaal aan het trekken. En Jackie loopt ook nog eventjes rond. Hey Jack, ah wij? Kijk ze. Ik heb. Zeg eens hallo. Hallo. Ah wij? Het is nu 7 uur en het is voorlopig nog redelijk kalm. De meeste reservaties komen maar zo'n 7:30. Dus ik ben nog een gebruik aan het eten. En mijn supergekot hier al staan. Maar ja, geld aan het werken helaas, zodat ik hem kan horen moest hij mij nodig hebben. Ik ben nu de ontbijtzaal aan het klaarzetten voor morgenochtend, want dat scheelt toch alweer wat tijd. En het is nu 9:30, geld is nog in het restaurant bezig. Ik ga nu ook weer naar daar om nog wat op te kuisen. En allee, de laatste klanten zitten er ook natuurlijk nog. Denken of hier alles al gedaan is, juist nog serviettjes leggen. En dan ben ik hier klaar. Jackie is heel te lachen omdat hij mijn stem heeft gehoord. Maar ik moet nog eventjes wachten, want er zitten nog veel te veel klanten van voor. Totdat hij bij ons mag komen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik ga naar de zee vertrekken nu, want ik ga bij mijn vriendinnetje Luna op bezoek en zij woont aan de zee. Dus ik ga even in de auto stappen. Let's see, het is dus een uurtje rijden. Dat wordt veel muziek zingen in de auto, zodat de tijd snel passeert. Ik ben nog snel even gestopt in het tankstation voor Capri Sun en water. Dus ik ga het eerst open doen en dan ga ik vertrekken naar Luna. Het is uit 50 minuutjes rijden. En dan gaan we eerst middag samen iets eten. En dan denk ik de stad ingaan. Ik ben ook een beetje verkouden. Typisch. En dan s'avonds sushi gaan eten opnieuw. Dus dat is kei leuk. Super lekker. Ik mag echt altijd denken aan mijn kindertijd. Maar goed, ik ga vertrekken. Dus ik zie jullie zo meteen. Ik ben bij Luna aangekomen. En Luna ontwerpt dus haar eigen kleren. Ze heeft nu een nieuwe jurk ontworpen, een trouwjurk. Ik heb die ook nog niet gezien. Dat is echt weer super mooi. Ik ga dat even tonen. Dat is nu de nieuwe jurk. Super mooi. En dat is hier een van mijn favoriete jurken van haar. En die heeft ze, ik ben nog wel ontworpen voor mij. Ook heel mooi. Kijk. Dus als iemand een gala jurk nodig heeft, kan je haar altijd sturen. Dat is ook echt een van mijn favorietjes. Dat is een kortje. Als ik iets magerder was, zou ik hem eens aandoen. Maar nu is het te mager. Wij zijn nu in Oostende. We hebben eventjes geshopt, en vooral in Zara. Ik heb vooral geshopt. Luna is alweer gaan shoppen gisteren. En we zijn nu een milkshake aan het drinken. En genieten van het zonnetje, want het is echt kei goed weer nu. Wat denk je? Het is ook wel een groter thema. Het is kleiner gaan mooier zijn. We zijn nu weer in de auto. En we gaan nu naar de sushi. Trouwens daarnet, ik heb eigenlijk nog niet zo lang
gaatjes, oorgaatjes. Dus ik zei tegen Luna, neem me ergens mee naartoe waar ze veel oorbellen hebben. Dus heb ik even 4 paar oorbellen gekocht. Allemaal echt, ook zelfs pieten stonen. De stijl van mij, dus redelijk simpel. Maar ze zijn wel super mooi. Ik ga de snelle stonen. Ik heb deze. Dan heb ik nog zo van die, oops, die ringetjes met zo'n pareltjes aan. Heb ik eens hangers. Ik ben echt super benieuwd of dat al mooi gaat zijn met mij. Ik heb nog nooit lange oorbellen ingehad. En dan nog deze. Die zijn voor zo dagelijks. Ze zijn wel echt mooi. En passen ook bij al mijn andere juwelen. Dus voilà. Dan gaan we nu... Ja, pas ik goed bij u. Gaan we nu sushi gaan eten. En dan naar huis. Santé! Het leven van meisjes die veel bezig zijn met Instagram. Ja, ik ben net thuis en het is nu 12:30 s'nachts. Dus ik ga snel mijn bedje in. Ik ga nog even mijn make-up eraf halen. Maar ik wil hier nog mijn weekvlogje afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om naar te kijken. En ik zie jullie dan volgende week opnieuw met een nieuwe vlog. Bye!